Een hele goede middag, lieve stripvrienden, comicfans en andere fanaten. Hier weer een stripvlog van jullie stripverzamelaar op deze zaterdag de 22e oktober. We zitten inmiddels alweer een week na het stripfestival Breda. En op dat festival heb ik deel 3 van deze reeks gekocht van de Franca Grand Adventure. En dat zijn 3 grootformaat albums, waarvan ik de eerste 2 delen ook nog niet zo lang geleden heb gekocht bij Henk Kuipers zelf. Want er bestaat een website, franca.nl, waar je heel veel leuke dingen van Franca kunt kopen. En ik geloof dat deze albums daar ook nog op staan. Dus kijk ernaar als je deze nog wil aanschaffen. Maar je ziet het, elk album, en dit is deel 1, bevat een kaartje en is tevens gesigneerd door Henk Kuipers. En dit album komt al uit 2016. Dit album, of elk album eigenlijk, bevat zo'n extra pagina. En dat is wel heel erg leuk. Het is gewoon een losbladige pagina uit een van de albums. En die krijg je daar dan gratis bij, wat natuurlijk ontzettend leuk is. Hier zie je het al, Adventure Airlines. Henk Kuipers legt hier uit op de eerste pagina's dat hij als jong jongetje al hield van avonturenstrips. En dat graag zelf wilde gaan tekenen. En hij wil dit boek eigenlijk gebruiken om je lekker te laten genieten van de kunst. En ja, dat wil ik ook met jullie gewoon even doen, want oh, wat zijn dit soort boeken prachtig. Ik bedoel, elke pagina die je openslaat is gewoon een kunststukje. En deze platen zouden zo bij iemand aan de muur kunnen hangen. Als ik deze bijvoorbeeld kijk, ik hou heel erg ook van de natuur. En dan zie je hier die trein die zo door die bergen heen raast. En ja, je wordt letterlijk op avontuur genomen. Hier bijvoorbeeld ook een hele mooie, duidelijk in Azië, met die Aziatische boot erachter. En dit is dus een prent die hij maakt in 2007, want sommigen zie je ook de jaartallen daaronder staan. En hier gaat ze dus duidelijk op duikexpeditie. Ja, en het zijn echt hele fraaie vormgegeven boeken. En ik ben ook heel erg blij dat ik deze heb kunnen bemachtigen. Want ik was er al best wel lang naar op zoek en zag ze ook wel eens voorbij komen op bijvoorbeeld Katowiki. Maar dan gingen ze voor ja, echt achterlijke prijzen gingen ze weg. Ja, en dat had ik er dan ook weer niet voor over. Maar ja, ik heb ze nu eigenlijk per deeltje aangeschaft voor €80. Dat lijkt veel, maar het zijn echt ontzettend mooie boeken zoals je ook ziet van binnen. En ja, daarom wil ik gewoon eventjes met jullie al die platen laten zien die binnenin staan. Want ik heb al eerder een vlogje dus online gezet waarin ik wat luxe albums van Frank heb gekocht. Die kunnen jullie ook nog even terugkijken op mijn kanaal. Maar ik ben heel erg fan van Henk Kuipers, hoe die ook deze, ja, de steden, de omgeving. Hij legt zoveel werk in detail. En dat zie je dan ook terug, hè. Moet je nou kijken hoe prachtig die dat weergeeft. En ja, het leuke is, deze is ook wel mooi, maar ik film met één hand. Dus het is even lastig, want de plaat ging eigenlijk nog door. Omdat zo'n middenpagina, die kun je dus helemaal openklappen, zelfs in 4 delen. En ja, dan krijg je dus een enorm grote plaat die je dan ook weer ja, kan zien zo. En dit is er bijvoorbeeld ook een in mijn optiek in Brazilië, want er staat iets van Rio de Janeiro. Misschien in Portugal, kan ook nog, maar het is echt heel erg gaaf. En er zijn wel eens eerder ook prenten zoals deze verschenen bij Katowiki, als je dan op de veiling een kaveltje kocht van Henk Kuipers. En dan kreeg je daar bijvoorbeeld ook zo'n prachtige plaat bij. Sommige zijn dus in zwart-wit zoals je hier ziet. Maar het merendeel is gewoon in kleur. Nou, hier de aankondiging van het verhaal Kidnap. En dat album had ik dus laatst in de luxe versie aangeschaft. En hier nog een mooie print. Ja, het zijn echt dus hele fraaie boeken. Ik zal ook eventjes de andere 2 delen nog aan jullie laten zien. En ook nog wat platen uit dit album. Maar het is dus eigenlijk gewoon een heel mooi vrij artboek wat je lekker op tafel kan leggen en zo op een weekend even lekker door kan lezen. En ik hou daarvan. En nou, dat heb ik al eens vaker aangegeven. Dus dit is zeg maar deel 1. Ik zal even de andere 2 delen ook aan jullie laten zien. Hier hebben we bijvoorbeeld dus het tweede deel met deze fraaie voorcover. En ook hier zit zo'n kaartje bij, in dit geval een soort ticket, een soort vliegticket uit 2017. En
Nou, ook deze bevat dus zo'n strippagina. Als extraatje, ook gesigneerd door Henk Kuipers. Nou, dit doet hij ook heel fraai. Hier heb je bijvoorbeeld eentje, de kaft van een oude Eppo, zoals jullie zien. En daarin heeft hij dus ook zo'n heel mooi vliegtuig. Blijkbaar een fascinatie voor van die vliegtuigen die ook het water op kunnen. Hier een hele fraaie van op een onbewoond eiland. Je ziet het, ik moet zelfs helemaal naar boven om de plaat volledig in beeld te krijgen. Want ja, het zijn gewoon ontzettend grote platen. Ik geloof dat die wel 30 bij 30 is. Uit mijn hoofd. Maar je ziet hoe mooi het ook uitkomt als je hem zo groot en in zulke mooie kleuren kan laten zien. Ja, en daar ben ik gewoon fan van. En ik vraag me af, hebben jullie deze boeken ook thuis? Of hebben jullie bijvoorbeeld van een andere reeks dit soort fraaie kunstboeken? Nou, hier zie je bijvoorbeeld heel duidelijk het New York. En ook daarin zie je dus dat als ik deze pagina om zou slaan, dan is die zelfs nog groter. De andere kant. Ja, het is echt heel fraai gemaakt. Hier zit ze dan ook in het Metropolitan Museum of Art. En, ja, ik moet zeggen, ik ben erg gecharmeerd van deze boeken. En daarom is het leuk om eventjes zo een paar van die platen van binnenin aan jullie te tonen. Het jammerlijke is dat ik Henk Kuipers opnieuw zag zitten in Breda. Ik was al 's ochtends bij hem om het boek te kopen en wilde natuurlijk graag een tekeningetje in het boek. Alleen hij ging via signeertijden, hanteerde die. Dus om 12 uur en om 3 uur uit mijn hoofd. En ja, eigenlijk op het moment dat ik er 11:45 aankwam, stond er al een hele rij mensen en waren er geen tickets meer beschikbaar. En dat heb ik bijna elk jaar. Ik heb een beetje pech daarmee. Dus ik heb eigenlijk nog weinig tekeningen van Henk Kuipers in albums staan. Dus ik hoop dat dat er toch nog een keer van komt. Want ik mag zijn stijl heel erg graag. En nou ja, er blijft altijd nog wat te wensen over. Dus dit is het album nummer 2. En zoals gezegd heb ik bij de beurs dus deel 3 aangeschaft. En deze ziet er als volgt uit. Hierin zie je er even fietsend door duidelijk een Nederlands landschap. Hier zit dan een kaartje in van wat ik begrepen heb Amsterdam. En ook deze is dus wel gesigneerd van dit jaar. En hier zie je er in een typische bar setting. Met ook weer een van die strippagina's die er dan bij zit. Nou, hier even op een typisch Nederlands station. Erg mooi om dat te zien ook zo. Hier nog even op achter de schermen op een concert of stadionconcert. Dit is overigens een cover van een album die ik ook bezit van Franka. Met daarin alle kerstkaarten. Ik vond het ook wel leuk om deze terug te zien. En hier ook weer een typisch terrasje in Amsterdam. Ja, het is gewoon lekker genieten van de kunst van Henk Kuipers. En vandaar ook dat ik even deze boeken in een vlogje wilde gieten. Zodat jullie ook even het binnenwerk kunnen bekijken. En hopelijk geïnteresseerd zijn om deze artboeken dus ook aan te schaffen. En nogmaals, kijk even op franka.nl, daar zullen ze vast en zeker nog te koop staan. En hier dus ook eventjes, kijk eens de dam met de bijenkorf. Bij de meesten wel bekend, vast en zeker wel eens geweest. En het is gewoon daarom ook zo herkenbaar. En daarom zei ik al, hij legt er gewoon ontzettend veel werk in het bekijken van de omgeving. En dat komt gewoon bijna 1-op-1 over in zijn stripboeken. Het is echt heel knap wat hij altijd doet. En hier, dus ook, dit is ook een boek van 30 jaar stripschap. Heb ik ook in mijn kast staan. Ook door hem getekend dus ook weer. En je ziet het is volledig gewijd aan
aan Amsterdam grotendeels. Deze zijn dan weer in een eenkleurige kleur. Echt heel erg mooi om dit te zien. En ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Nou, binnenkort zal ik wel weer met wat meer vlogs komen. Want ik kwam er gisteren achter dat ik weer een strippakketje binnen heb gehad. Dus ook daar komt binnenkort een leuk vlogje over. En ik heb natuurlijk nog een hele stapel strips van Stripfestival Breda. Waar ik ook nog wat vlogjes van ga maken. Maar ik denk ik begin even met deze. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik zou zeggen iedereen een heel mooi weekend toegewenst. En op naar een volgende vlog maar.